praat even met melkveehouder Bart Brandt uit Dedemsvaart. Ja, jullie zijn de afgelopen weken als melkveehouders behoorlijk in het nieuws geweest, ja, hè? Protest. Ja. We zagen trekkers op snelwegen in Den Haag. Was je daar ook bij eventueel? Ja, twee keer ben ik. Eén keer ben ik met de auto heen geweest en één keer met de trekker. Oké. Een behoorlijke tour, maar ja. En waarom vonden jullie het zo belangrijk om te gaan protesteren? Nou, het is nou eigenlijk wel eens genoeg geweest om de boeren altijd maar aan te pakken en overal schuld op te geven. Ja, wij vonden toch eigenlijk dat er geen logische denking is en waardoor ze ons zo beschuldigen. Ja, want door de druk die jullie hebben uitgeoefend, hebben ze opnieuw berekening gedaan in Wageningen. Ja, en nu blijkt dat het voorstel van tafel is. Omdat het toch geen logische standpunt is en blijkbaar is het toch niet nodig. Het had te weinig succes om dat door te zetten. Ja, dus, genoeg stikstofwinning ermee. Precies. Want wat zou dat betekend hebben voor jouw bedrijf? Want... Nou, daar was het niet beter van geworden. Want de koeien die zijn natuurlijk wel zo gefokt dat ze dat eiwit nodig zijn en benutten. Zeker voor de melkgif. Maar ook voor de gezondheid, algehele gezondheid van de koeien. Kijk, die koeien die gaan zichzelf opvreten als ze niet genoeg krijgen wat ze hebben. Ja. Door de jaren heen is dat erin gevakt dat die koeien dat nodig zijn. En dan kan je niet zomaar zo eruit halen. Precies, en ook minder productie denk ik. Ja, dat zal zeker En de gezondheid van de koeien, want hoeveel runderen koeien heb je hier in het bedrijf? Wij hebben op het moment 270 koeien aan de markt. Zo, dat is een heleboel. Ja, dus, en van de week zei minister Schouten, werd de uitslag bekend van het onderzoek. En minister Schouten heeft het voorstel van tafel geveegd, om het zo te zeggen, of gedaan. Dus wat is jouw reactie daar nu op? Ja, blij waarschijnlijk? Blij waarschijnlijk, ja, nee, zeker blij. Alleen ik vind het, ze hadden helemaal niet met die flauwekul moeten komen. Nee. Ik ken ook al een bedrijf die heeft geïnvesteerd om dan het vervolg van het, om het eiwit weer op te pakken. Ja. Om het vervolg, zeg maar, gaan handelen. Kijk, en die zijn nu weer de pineut. Precies. Eigenlijk is er nou alweer een slachtoffer gevallen van het geblunder van de overheid. Dus als de minister beter haar werk had gedaan, hadden die protesten waarschijnlijk helemaal niet gehoeven dan? Nee, had helemaal niet gehoeven. En plus dat je nou, nou is er wel weer een ander, dus je gaat. Ja. Dat is gewoon zonde. Want al bij al moet er toch Ze beloven gouden berging dat ze je helpen en dat ze je de kop om water houden. Maar het is eenmalig en dan zie je ze niet meer. Precies. Dus is de rust nu teruggekeerd in de branche, denk je? Nou, nog niet helemaal, denk ik. Met de corona en het hele gedoe, al met al beuren we gewoon te weinig voor de melk. En is gewoon hard werken en weinig verdienen. Ja, eigenlijk niks. Ja. Zo simpel is het. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus, maar in ieder geval het stikstofprobleem of de maatregelen over wat betreft de stikstof... Voorheen het fosfaatprobleem. Of, ja, dat is nu toch tijdelijk, in ieder geval of tijdelijk, opgelost of van tafel. Ja, we zullen het zien, maar ik ben bang dat ze ons niet meer rust gaan laten. Nou, bedankt voor dit interview. Ja, prima. De afgelopen week... Nou, de afgelopen week...